vaak zeg ik, mam, zullen we even bowlen of golfen of dit of dat? En dan zegt mama, nee, want ik heb te veel pijn. En dan kan dat niet doorgaan. Ik weet eigenlijk niet anders dan dat ik vanaf mijn 12e al buikpijn kreeg. Je weet dat je als meisje gaat menstrueren. Dus ik kreeg ook gewoon te horen, ja, dat doet ook pijn. Dat is iets wat je elke maand terug gaat krijgen. Vanaf mijn 14e ben ik aan de pil gegaan. Maar het is nooit weggegaan, de pijn. Op mijn 18e hebben ze een kieste weggehaald, formaat handbal. En daarbij ben ik ook mijn rechter eierstok en eileider verloren. Jaren van allerlei medicatie en hormonen geprobeerd. Dat werkte allemaal niet. Heftige bloedingen tussendoor, terwijl dat eigenlijk niet moest kunnen. En de gynaecoloog zei, dit lijkt op endometriose. 3 jaar terug ben ik geopereerd. Maar ik ben nooit van mijn klachten achtergekomen. Zeker met deze moeilijke dagen vind ik het gewoon prettig dat ik haar kan helpen. Ik heb continu pijn. En de dagen dat ik heel veel pijn heb. Heb je ze heel lang gedaan? Of gaat dat niet? Ja. Zie je mij niet? Ja, dat wil ik wel. Want deze schouder doet zo'n pijn doen. Dat kan 1,5 week tot wel 2 weken duren voordat ze daar weer helemaal bovenop is. Ik had inmiddels gehoord van lotgenoten dat er een goede specialist in Londen zat die eigenlijk niks anders doet dan zich bezighouden met endometriose. Eind februari dit jaar, samen met mijn man Douwe, zijn we naar Londen geweest. Daar hebben we onderzoeken gehad en bleek dat ik adenomyose had in mijn baarmoeder. Dat is in Nederland nooit gezien. Er staan dingen beschreven in boeken en op internet en noem alles maar op. En hij zegt, ja, maar ik heb zo langzamerhand zoveel vrouwen gezien dat sommige van die dingen gewoon helemaal niet kloppen. Want hij ziet het gewoon dagelijks, hè. Hij gaf mij aan dat ze wel een operatie konden doen waarbij ze de baarmoeder gaan verwijderen. Wel proberen de eierstok die ik nog heb te behouden, zodat ik niet meteen in de overgang kom. Het is voor mij zo, als iemand het kan, dan zou hij het moeten zijn. En dan krijg je de kosten te horen. En toen werd het gevoel alsof er eventjes de grond onder je wegzakt, want ik heb niet zo, dat kan ik niet zelf betalen. De zorgverzekeraar die komt daar met een reden dat ik denk, oké. Okay. Omdat de operatie in Nederland niet gedaan kan worden, omdat die expertise er niet is, wordt die ook niet vergoed in het buitenland. Kijk, als je hele milde klachten hebt, dan is het op te lossen. Maar de problemen die Chantal nu waarschijnlijk heeft, die zijn hier in Nederland gewoon niet te doen. Dat klopt toch niet? Ik bedoel, als ik de zorgverzekering was en ik juist zeg, je kan hier niet geopereerd worden, ga maar naar Eilanden. We vergoeden het wel. Maar ja, ik ben maar 13. Dus ik mag er prima wat van vinden, maar daar gaat niks mee gebeuren. Pijn kun je nog pijnstillers en zo voor slikken. Dat doe ik ook, anders dan kan het niet. Maar de vermoeidheid die erbij komt kijken, dat is zo ontzettend slopend. Dat is heel beperkend ook. Kijk, mijn gezin is mijn leven, maar heel snel daarna komt mijn werk. Mijn werk is afleiding. En het is denk ik verstandig dat ik een stap terug ga doen. Voorlopig. Maar dat wil ik niet. Want het voelt als falen. Het voelt als mislukken. En ik kan er niks aan doen. Maar het is wel wat het is. Soms krijg ik de nachtmerries over. Soms is het gewoon nachtenlang wakker liggen. En wat gaat er nu gebeuren? Wat als ze niet willen helpen? Het is zo oneerlijk. Maar het is wel mijn lijf wat dan niet meewerkt. Dus er zit gewoon ook een schuldgevoel. Naar eigenlijk alle mensen om me heen, vooral naar mijn zoon en mijn man. Ik heb gehoord dat mama eigenlijk kan gaan als ze het geld heeft. We hebben het in totaal over 35.000 euro. Dat is heel veel geld. Ongelooflijk veel. En dat is allemaal om één reden. De mensen van de verzekering willen gewoon niet helpen. Vriendinnen van mij zagen dat het op deze manier echt niet langer kon. En hebben een doneeractie opgezet om op die manier het geld voor de operatie bij elkaar te krijgen. Ja, dat vind ik geweldig. Een dagje dierentuin, bowlen, minigolfen. Dat is wel iets waar ik heel erg naar uitkijk.
een pijnvrije mama.